Goedenavond, van harte welkom bij dit gesprek over de pensioenfondsen en de vraag hoe die nou het beste de wereld kunnen verbeteren. Want dat is wat alle sprekers vanavond verbindt, dat ze dat proberen te doen. Maar, en dat zullen we merken, er zijn wel verschillende visies over hoe dat nou het beste kan gebeuren. Ik ben Rens van Tilburg van Sustainable Finance Lab, tevens ook van het Sustainable Pension Investments Lab, die samen met Pakhuis de Zwijger deze avond georganiseerd heeft. Het gaat over de energietransitie, over de noodzaak dat de fossiele bedrijven, de olie- en gasbedrijven, dat die geen nieuwe putten meer gaan slaan, want dat is een jaar geleden. Heeft de Internationale Energieagentschap dat duidelijk gezet. En dat is ook de lijn die eigenlijk de Nederlandse pensioenfondsen, die allemaal in lijn met het Parijse Klimaatakkoord willen handelen, proberen in te zetten. En waar tot op de dag van vandaag eigenlijk nog geen één olie- of gasbedrijf echt aan voldaan heeft. En dan is de vraag, hoe kunnen we die bedrijven nou zover krijgen? Nou, daar bestaan eigenlijk ruwweg twee verschillende ideeën over. De ene is, gebruik je spieren als pensioenfonds. Je bent eigenaar van dat bedrijf. Ga ermee in gesprek. Stem het bestuur desnoods weg. De engagement, zo gezegd. En het andere idee is van, nee, dat gaat allemaal niet werken. Je kunt beter gewoon je geld eruit halen. Dan ben je daar in ieder geval niet medeplichtig meer aan. Dat zal de manier zijn om de verandering tot stand te brengen. Daar gaan we het dus vanavond over hebben. En dat doen we in twee blokken. Dus halverwege dit uur wisselen de sprekers hier aan tafel. We beginnen met het activistenblok, mag ik zeggen. We hebben twee echte smaakmakers aan tafel die ik straks zal gaan introduceren. In het tweede blok komen er twee pensioenfondsbestuurders hier aan tafel daarover te praten. En er is één gast, tafelheer heet dat geloof ik. Dat is Kees Koedijk, hoogleraar in Utrecht van de Sustainable Finance. Ook overigens een collega van mij bij het Sustainable Finance Lab. Kees zal aan beide gesprekken gaan doen. En we beginnen eigenlijk elk blok met een korte aftrap van de verschillende sprekers. Dan even heel praktisch. Deze avond duurt een uur qua uitzending. We gaan daarna hier in de zaal nog een half uurtje door. Dus mochten mensen achter de camera zitten en dat willen meemaken, dan moeten ze nu heel hard op de fiets gaan trappen. Er kan ook meegesproken en meegedacht worden, vragen ingezonden. Dat kan via de Mentimeter. En als het goed is, komt er nu zo op het beeld een code te staan. Als je die code gebruikt, dan komt uiteindelijk hier bij mij die vraag terecht en kan ik hem in het gesprek gaan brengen. Goed, daarmee wil ik graag het woord geven als eerste aan Mark van Baal, de oprichter van het initiatief Follow This. Sinds 2015 de oliebedrijven het vuur aan de schenen aan het leggen en misschien wel de meest geciteerde Nederlander in de Financial Times, zat ik te denken. Want daar word je toch elke keer, als er iets is in de oliewereld tegenwoordig, word jij gebeld. Mag ik jou vragen om gewoon even kort neer te zetten. Wat is Follow This? Waarom doen jullie dat? En wat is die keuze tussen engagement, divestment? Hoe zien jullie dat? Ja, heel graag. Follow This ben ik dus in 2015 begonnen. En hier zie je me op een van de aandeelhoudersvergaderingen van Shell. En toen droomde ik wel eens van een openbaring van een van de CEO's van een van de oliebedrijven, die dan na een heel hard engagementgesprek 's middags en een emotioneel gesprek met een van zijn kinderen 's avonds en een slapeloze nacht, dat hij dan de volgende dag op kantoor zou komen en zeggen, ja, ik zie het nu ook. Wij gaan vol inzetten op die energietransitie. Die illusie ben ik intussen verloren. Ze gaan het niet uit zichzelf doen. Maar we hebben ze wel keihard nodig. En daar is eigenlijk Follow This op gebaseerd. Het idee dat we om het Parijsakkoord te halen, om die energietransitie in de stroomversnelling te brengen, hebben we die olieindustrie nou helemaal keihard nodig. Dus die moeten we stimuleren, steunen en desnoods dwingen om te stoppen met het zoeken naar nog meer olie en massaal te gaan investeren in duurzame energie. En ja, op die manier heb ik Follow This opgericht. Eerst door gewoon naar die aandeelhoudersvergadering te gaan namens een paar honderd aandeelhouders. Toen vonden ze het nog een heel sympathiek initiatief. Een jaar later hadden we een aandeelhoudersresolutie en toen werd het serieus. Want sinds 2016 zetten we op de aandeelhoudersvergadering van die oliebedrijven, zetten we een hele simpele resolutie. En dan zeggen we, stel doelen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs voor al je emissies. Dus niet alleen je eigen emissies, maar ook die van je
producten. Scope 3 heet dat in jargon. Daar hebben wij het de hele dag over met de olieindustrie. Is scope 3 nou wel of niet de verantwoordelijkheid van een oliebedrijf? En zo'n resolutie is eigenlijk een opdracht van de aandeelhouders aan het bestuur. Ja. Ja, dus die mag je, als je genoeg kapitaal hebt, mag je dat op de agenda zetten. Moet het bestuur adviseren aan zijn aandeelhouders hoe te stemmen. En die aandeelhouders moeten dan kleur bekennen. En dus dat zijn we sinds 2016 gaan doen. Nou, 2016 stond voor het eerst op de agenda. Nou, toen kwam ik erachter hoe moeilijk het is om een hele redelijke vraag aan het bestuur van het grootste bedrijf in het land, om daar ja op te zeggen als het bestuur nee zegt. 2,7%. Dus dat, dat was weinig, maar het gaf hoop, want alle andere resoluties stemden 99,7% met het bestuur mee. Noord-Koreaans noem ik het altijd. Dus het was hoopgevend, die 2,7, maar niet genoeg. En de jaren daarop liep dat alleen maar op. Dus het jaar daarop werd het 6,3. Toen viel het nog even terug. Toen gingen we ook naar BP en Equinor. En je ziet het in 2021 was al 30% van de aandeelhouders het niet eens met het bestuur van Shell. En bij Equinor zelfs 39%. In Amerika hebben we het ook op de agenda gezet, zelfs meerderheden. Dus een steeds grotere groep van de aandeelhouders zegt tegen het bestuur van zijn oliebedrijf: jullie moeten echt veranderen. Nou, wat we tot nu toe bereikt hebben bij die oliebedrijven is dat ze eigenlijk stuk voor stuk, de eerste reactie was: scope 3, de emissies van onze producten, niet onze verantwoordelijkheid. Daar hebben wij niks mee te maken, dat is het probleem van onze klanten. Dus stem tegen die resolutie. Nou, eigenlijk één voor één, als er steeds meer aandeelhouders voor gingen stemmen, dan stelden ze die scope 3 door. Shell, BP, Equinor en nu ook Chevron en Phillips 66. Dus dat zijn er nog vijf waar we deze methode dus werkt. Waar je dus ziet dat als aandeelhouders maar hun tanden laten zien, dus niet alleen engagen, maar ook stemmen, dat er dan beweging komt. Maar goed, we zijn nog lang niet, want ze hebben nu die doelen voor al hun producten, maar ja, liefst voor 2050. Dus ja, ze zeggen nu stuk voor stuk, ja, in 2050 zijn we net zero, maar de komende 10 jaar gaan we nog niet zoveel doen. Dus er is nog heel veel te bereiken, dus ik wil hier ook niet zitten als iemand die in zijn eentje 5 oliebedrijven in beweging heeft gekregen, want 1, we zijn nog niet, en 2, het is te danken aan de beleggers die het lef hebben gehad om voor die klimaatresoluties te stemmen. En daar hebben de Nederlandse beleggers echt de leiding in genomen. Ik laat dit plaatje altijd graag zien. In 2016 had alleen Actiam het lef om daarvoor te stemmen. En in 2017 was het al de helft. En steeds meer Nederlandse beleggers zeggen dus tegen die besturen van die oliebedrijven: jullie moeten nu echt veranderen. Jullie moeten echt die emissies omlaag brengen. Zover zijn we nog lang niet. Ze willen allemaal nog stijgen of in ieder geval constant blijven. Ze willen allemaal nog de komende 10 jaar dat oude businessmodel voortzetten. Dus ja, het is nu aan de aandeelhouders om heel hard te engagen, heel duidelijk te maken in engagement wat ze willen, maar daar ook consequenties aan te verbinden. Dus stemmen voor die resoluties, tegen bestuursbeleid, eventueel tegen bestuurders en eventueel eruit stappen als het echt niet werkt. Maar wij hopen eigenlijk dat die beleggers aan boord blijven om ze gewoon te dwingen om te veranderen. Want ja, de financiële wereld kan niet op openbaringen meer wachten. Het moet nu echt gebeuren. Oké, Mark, dank je wel. En ik hoorde je al zeggen, desnoods op een gegeven moment eruit stappen. Maar daar zitten nog een aantal stappen voor die hopelijk effect gaan hebben. Iemand die eigenlijk al zegt van nee joh, die tijd om eruit te stappen, die is al aangebroken. Dat is Hiske Arts van Fossielvrij Nederland. En dat Fossielvrije Nederland, dat begon bij de A van ABP. Dus daar heb jij campagne opgevoerd met succes. Kun jij iets vertellen over jullie beweging en de gedachten erachter en waarom je specifiek denkt, joh, die engagement, laat dat maar gewoon eruit stappen? Ja, zeker. Ja, wij zijn zo'n 7 jaar bezig geweest om te zorgen dat ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, uit fossiel ging stappen. En inderdaad, afgelopen jaar met enorm succes. Ze gaan eruit. En de reden waarom wij dat doen, is omdat er gewoon simpelweg geen tijd meer is. Er is geen tijd meer voor kleine stapjes. Er is geen tijd meer dat we nu nog heel veel jaren met de fossiele industrie gaan praten. Die tijd van praten, die ligt eigenlijk achter ons en we hebben nu radicalere actie nodig. Wat je nu ziet, bijvoorbeeld sinds het IPCC-rapport is uitgekomen 9 dagen geleden, zijn er 7 nieuwe fossiele projecten afgesloten. Dus in de tijd dat wij nu nog aan het praten zijn met fossiele bedrijven om te kijken van
kunnen jullie in lijn komen met Parijs, gaan zij door met het opzetten van die nieuwe projecten. En die nieuwe projecten, ja, dat is gewoon eigenlijk duidelijk dat als die doorgaan, dan wordt onze wereld onleefbaar. Dus wat wij nodig hebben is dat pensioenfondsen, banken, financiële instellingen stoppen met het faciliteren en het financieren van die fossiele industrie. En dat gaat dus niet, dat heeft niet alleen een effect dat je op die manier de geldstroom gewoon afsluit, maar je laat ook heel duidelijk zien waar het probleem zit. Je laat eigenlijk zien de financiële instellingen, die gaan niet die fossiele bedrijven omkeren. Die gaan dat niet voor elkaar krijgen. Wat er nodig is, is dat de overheid gaat ingrijpen, want wij kunnen dat niet. Dus ze geeft een heel krachtig signaal af dat de social license van die fossiele bedrijven gewoon op het spel komt te staan. En dat brengt gewoon iets in gang in de samenleving, waardoor de fossiele bedrijven het eigenlijk veel moeilijker krijgen en we ze misschien zelfs alleen maar eerder in beweging zullen krijgen. Dankjewel, Hiske. Ook een heel overtuigend verhaal. Twee overtuigende verhalen, maar wel twee verhalen die tot een heel ander handelingsperspectief leiden voor een pensioenfonds, die eigenlijk maar één van die twee dingen kan doen. Dan is er gelukkig altijd nog de wetenschap om ons te vertellen wat er moet gebeuren. Dus Kees, fijn dat je er bent. Jij was zo'n 20 jaar geleden een van de eerste, volgens mij, wetenschappers die ging kijken naar duurzaamheid en beleggingen. Dus je kent de literatuur, maar je kent ook de praktijk. Want volgens mij heb je zowel bij het ABP als bij PFZW, dat zijn de twee pensioenfondsen die zo direct hier aan tafel komen, en dat is het grootste en het ene grootste pensioenfonds van dit land, heb je ook adviseurschappen gehad. En misschien een kleine fun fact. Op dit moment zit je in de Raad van Toezicht bij zowel het pensioenfonds van de tandartsen als de zoetwaren. Zo houden we elkaar bezig. Zo is het. Als jij deze twee inleidingen hoort, wat zijn jouw gedachten? Wie heeft er gelijk? Wie krijgt er gelijk van de wetenschap? Ik denk eerst wil beginnen om te zeggen dat het een hele hoopvolle voordracht is, allebei. Hè? Dus, want ik vind het echt ongelooflijk indrukwekkend, zowel wat Hiske als Mark hier neerzet, dat je zegt van soms hoor je, ik kunt niks veranderen. Maar als je ziet dat je in 5 jaar tijd zulke honderden miljarden gewoon in beweging kunt krijgen door je overtuiging te volgen en gewoon doen om het goede te doen. Dus dat vind ik sowieso het is altijd fijn om hoop te zien. En ik zie aan tafel zie ik heel veel hoop. Dus dat vind ik heel erg goed. Maar dat is niet misschien het wetenschappelijk argument waar je naar wil vragen. Je had me gevraagd van wat weet je eigenlijk vanuit wetenschap over engagement en divestment. Nou, het vakgebied is relatief nieuw. Maar als je zegt van wat weten we eigenlijk over engagement, en dan blijkt eigenlijk, wordt steeds meer de grootste gemene deler is dat engagement werkt. Dus wetenschappers komen ook steeds meer tot die conclusie, doen allerlei onderzoek daarnaar. En divestment is gewoon relatief nieuw. Het is helemaal ergens uitstappen. En dus daar zijn nog niet zo heel veel onderzoeken naar. Dus ik zou zeggen in voetbaltermen, het is 3-1 voor engagement. Als je dat zou moeten vertalen. Ik denk dus dat ik zie aan beide, het is heel erg een continuum. Het een sluit het ander niet uit, denk ik. Ik denk dat het dat beide zijn de vragen gewoon te stellen. Je denkt van aan engagement, hoe kun je krachtiger engagement organiseren? Want ik denk dat heel erg belangrijk is om daarover na te denken. Je ziet een trend bij pensioenfondsen om steeds grotere aandelen percentages aan te houden bij specifieke bedrijven. Ze gaan steeds meer concentreren om daarmee ook meer macht uit te oefenen. Dus dat is een belangrijke trend. En met betrekking tot divestment zit ik heel erg zelf heel erg op het denktrand dat je, als je kijkt naar het recente IPCC-rapport, en wat daar uitkomt, en als je dat echt leest, dat is zo ongelooflijk dramatisch dat ik denk van je hebt echt iedereen nodig. Dus ik begrijp het argument van Hiske dat je zegt van ja, het is 2-12. Anderzijds, als je dit ziet, is het zo dramatisch. Hè? We gaan echt naar richting de 2,5-3% opwarming toe. Dat zal op korte termijn ons nog relatief in Nederland geen natte voeten bezorgen, maar de wereld wel. En de wereld komt voor dramatische veranderingen te staan als Groenland en Antarctica ook bijvoorbeeld gaan als die daar verdwijnen of deels verdwijnen. Dus de urgentie is enorm. Dus vanuit dat perspectief heb ik toch een beetje, ja, we praten misschien over een Titanic, maar we hebben echt iedereen nodig aan boord. En dus vanuit dat perspectief zou ik toch meer neigen naar engagement. En een ander punt wat ik heel belangrijk is, wat Hiske ook aangeeft, is dat we, als je kijkt naar de balans van oliemaatschappijen, dan is
De invloed van pensioenfondsen die is groot, maar de invloed van de bank is nog veel groter. Ja, ja, de banken, daar komen we heel misschien nog even over te spreken. Focus ligt op de pensioenfondsen. Maar ik hoor duidelijk, hè, die urgentie is heel groot. Maar goed, die urgentie zat in allebei jullie inleidingen ook. Maar dat leidde toch tot hele andere conclusies. Dus daar gaan we denk ik zo op inzoomen. Eén vraagje nog over die wetenschap, die 3-1 die staat voor de engagement. Ja. Ik hoor je ook zeggen, dat is deels ook omdat die divestment eigenlijk pas net op het veld staat. Ja. Dus die engagement heeft eigenlijk een paar ballen in een leeg doel kunnen schieten. En nu staan ze er allebei. Dus het is niet zo dat de wetenschap zegt, joh, engagement dat werkt gewoon beter. Dat kun je niet zeggen op basis van deze... Het is wel zo dat mensen zegt, active ownership betaalt uit in de wetenschap. Ja. Er wordt steeds meer gedeeld. En divestment is relatief nieuw. Nieuw team eigenlijk. Ja, ja. Ik heb natuurlijk alleen verstand van engagement in de olieindustrie. Ja. De engagement in de olieindustrie is heel hard begonnen in 2000. Toen is de International Institutional Investor on Global on Climate Change begonnen. En in 2015 was daar nog niks bereikt. Zeg maar. Pas toen de resoluties ten uiteindelijk kwamen, pas toen die divestment movement heel actief werd, toen gingen er dingen gebeuren. Mm. Dat is echt wel... Ik denk dat het gewoon een samenspel is van heel veel factoren. Maar engagement aan zich, achter gesloten deuren vertellen dat je hele goede gesprekken hebt met die oliebedrijven. Maar dat we het vooral vertrouwelijk moeten houden, want anders komen we nergens. En als je dan vraagt, wat bespreek je dan? Ja, dat is vertrouwelijk. Dat heeft in de olieindustrie in ieder geval geen zichtbaar resultaat opgeleverd. En juist door die druk van die fossielvrijbeweging en dus wat wij hebben gedaan met aandeelhoudersresolutie, gewoon heel zichtbaar maken van er zijn aandeelhouders die verandering willen. Dat werkt. Want engagement, het wordt dit jaar ook weer helemaal misbruikt. Shell gaat nu naar zijn aandeelhouders toe. Zegt ja, er heeft wel 30% voor die follow this resolutie gestemd. Maar de meeste van onze aandeelhouders willen gewoon dat we doorgaan met onze huidige strategie. En die is emissies laten stijgen. Ja. Dus daar moet dus engagement kan door beide partijen heel goed uitgelegd worden als dat het allemaal heel goed gaat. Maar zeker. Er is geen één oliebedrijf dat in lijn met prijs is. Dus wat dat betreft heeft engagement toch niets opgeleverd. Ja. En dat is volgens mij net de boodschap. Het heeft nog niks opgeleverd. Dus ook al is er meer steun voor resoluties, de realiteit is dat oliebedrijven nog steeds 1-3% investeren in hernieuwbare. En de rest van het geld dat ze investeren gaat allemaal naar fossiel. Ja, het eerste dus duurzame oliebedrijf moet er nog nou ja, er is er komen. Eentje geweest. Ørsted die heeft gewoon wel die koers volledig omgelegd. Maar dat is de enige die bewust die keuze heeft gemaakt. Maar kun je dat dus uitleggen? Wat is er gebeurd met Ørsted? Nou, dat is een oliebedrijf die wel heeft besloten al een aantal jaar geleden om gewoon het te verleggen. Dus die is het wel gaan doen. Te verleggen naar? Naar duurzaam, naar hernieuwbare energie. Ja. En je ziet dat andere oliebedrijven daar niet toe bereid zijn. En dat is ook een ingewikkelde, want engagement, ik geloof eigenlijk heel erg in engagement. Dus dat is misschien heel raar, gewoon als divestment activist. Maar je kan gewoon heel goed engagement doen met een kledingbedrijf. En dan kan je het hebben over de arbeidsomstandigheden. Je kan het met allerlei bedrijven, kan je gewoon bepaalde punten aanvragen. Maar hier vraag je eigenlijk aan een oliebedrijf, wil jij stoppen met datgene waarmee jij de winst maakt? En ik vraag het je wel om het te doen, maar tegelijkertijd wil ik wel jouw winst nog hebben. Dus ik wil wel graag nog dat je mij heel veel dividend uitkeert. Want daarom zit je nog in het oliebedrijf. Dus er zit iets in dat engagement met oliebedrijf dat eigenlijk niet werkt. En dat heeft dus mee te maken met dat je een oliebedrijf vraagt om van koers te veranderen. Mm-hmm. Maar je bent als pensioenfonds niet bereid om geen dividend uitgekeerd meer te krijgen. En daarom gaan die oliebedrijven niet veranderen. Dat kun je interpreteren als een tip van jou aan de pensioenfondsen die engagement voeren. Van, hè, als je wil dat die bedrijven in duurzame energie gaan investeren, dan moet je ook even wat rustiger aan met je vraag om dividend. Hè. Dan moet je ze die ruimte ook geven. Ja. Dat is de grap, hè. Dat je ziet dat bijvoorbeeld de steun toeneemt, gewoon voor de resoluties van Follow This. Ja. En tegelijkertijd zie je dat nog steeds 99% van de aandeelhouders van de pensioenfondsen, die willen wel dat er gewoon veel dividend wordt uitgekeerd en dat aandelen worden ingekocht om meer winst te maken. Dus er zit een enorme disbalans dat we niet gekeerd krijgen. Kees, herken jij dat, als een pensioenfonds eigenlijk al zegt van we willen echt dat dit bedrijf de groene kant op gaat, dan zouden ze ook bereid moeten zijn minder dividend te accepteren? Ja, dus daar zit een... of ergens anders in te beleggen, zou ik zeggen. Maar kijk, ik zie de spanning natuurlijk. Pensioenfondsen zijn er om voor een goed pensioen te zorgen. En
daar gelijk ook bij te dragen aan een betere wereld. Maar dat begint vaak met de opdracht om mensen straks een goed pensioen te kunnen uitbetalen. En dat is de spanning waar ze mee zitten. Ja. Want is dat dan een verlieslatende business voor een oliebedrijf als die de andere kant op gaat? Dat Ørsted, ik weet dat is een bedrijf wat toch ook nog steeds er is en voor de aandeelhouders opbrengsten oplevert. Is dat niet een voorbeeld wat dat is een heel Shell zou kunnen dat volgen? Dat heette vroeger Danish Oil and Natural Gas, DONG. Dus die hebben gewoon van hun aandeelhouders de ruimte gekregen om de transitie te maken. En daar moeten de aandeelhouders die olieindustrie ook toe dwingen. En de winsten van vandaag, het dividend van vandaag, heeft niets te maken met de investeringen die je doet. Ze kunnen nog steeds dividend blijven uitkeren en die 25 miljard per jaar niet meer investeren in nog meer olie en gas, maar in duurzame energie. Ja. Kijk, het idee met engagement is, je moet er consequenties aan verbinden, net zoals met opvoeden. En engagement is veel te lang vrijblijvend geweest. En nu worden er consequenties aan verbonden. Wij gaan gewoon stemmen. En we gaan straks tegen jullie bestuur stemmen. En we gaan jullie dwingen om te veranderen. Het is ook waanzinnig succes dat ABP nu fossielvrij gaat. Want dat was typisch een voorbeeld van een pensioenfonds dat geen consequenties aan zijn engagement verbond. Die hadden hele goede gesprekken met Shell. En afgelopen mei hebben ze nog gewoon voor Shells beleid gestemd. En hebben ze zich onthouden voor een klimaatresolutie van ons die mm-hmm. meer vroeg. Yeah. Dus dat ABP, dat pensioenfondsen die hun macht niet gebruiken, dat die eruit gaan. Ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Maar als de pensioenfondsen die hun macht wel gebruiken, maximaal stemmen, publieke uitspraken doen, als die eruit stappen, is het risico natuurlijk dat daar veel meer onverantwoordelijke beleggers in komen. Ja. Tabak bestaat ook nog steeds. Zo is het. En dat maar je hebt helemaal gelijk, Hiske. Ze moeten wel echte consequenties aan verbinden. En dat is gewoon heel lang niet gebeurd. En door de druk van die fossielvrij beweging is ABP, heeft nu de easy way out gekozen. Hè? Dus nooit de confrontatie aangaan en dan opeens eruit. Ja, maar dat is het makkelijkste. Want kijk, de vergelijking met tabak. Niemand vraagt van tabak dat ze iets anders gaan doen. Hè? Iets een schone sigaret verzinnen. En dat vind ik een interessante. Omdat jullie allebei, en Kees zat daar aan jouw kant, hè, jullie riepen aan van dat nieuwste IPCC-rapport. Het is echt 2:12. We moeten nu heel erg snelheid maken. Ja. En dus, zegt Hiske, stap eruit. En jullie zeggen nee. En dus moet je erin zitten, want we hebben die bedrijven nodig. Volgens mij hebben we daar een heel fundamenteel verschil van inzicht te pakken. Van heb je die grote transitie waar de wereld voor staat. Daar zijn wij het allemaal over eens. En in het IPCC-rapport is te lezen wat er moet gebeuren. Kunnen we dat doen zonder de oliebedrijven? Of niet? Nou, mijn overtuiging is dat we helaas die olieindustrie heel hard nodig hebben. Als ze links laten liggen, gaan ze echt al failliet. Maar waarom heb je het nodig? Alleen dat duurt nog 20, 30 jaar. Omdat zij wereldwijde macht hebben, enorm veel kapitaal, enorm veel intelligentie, politieke invloed. Ja. Als zo'n bedrijf beslist dat we overgaan op waterstof, gaan we over op waterstof. En zij hebben de capaciteit om gewoon de Noordzee vol met windturbines te zetten. Nu plaatsen de olieplatformen op. Dus de intelligentie, de miljarden en de wereldwijde reach is er. Alleen de top wil niet. En dat snap ik. De top is gewoon goed in olie en gas. En die kunnen zich geen wereld zonder olie en gas voorstellen. Dus die moeten gedwongen worden door de aandeelhouders om van koers te veranderen. En tot nu toe hebben de aandeelhouders gewoon hun tanden niet genoeg laten zien. Dat gaan ze nu eindelijk doen. Omdat ze heel erg doorhebben dat al hun miljarden in gevaar zijn door klimaatverandering. Dus ze gaan het nu doen. En dan gaat die olieindustrie in beweging komen. En die energietransitie versnellen. Ja, dat is wat we nodig hebben. Als we ze links laten liggen, gaan ze echt al failliet. Maar het duurt nog 20 jaar. En dan gaan ze failliet in een 3-graden wereld. Met alle... Jij denkt dat het kan zonder die oliebedrijven. Al die macht, die kennis, die netwerken die Mark hier schetst. Ten eerste, ik denk de beste manier hoe je oliebedrijven onder druk zet, is door te zeggen en te laten zien dat je weggaat en dat je geen geld meer geeft als ze niet veranderen. Ja. Dus je zet echt je geld dan in om te zorgen dat ze gaan veranderen. Maar dat zegt Mark ook. Hè? Die zegt van op zich, die divestmentbeweging die helpt mij in mijn engagement enorm. Dat is natuurlijk een stok achter de maar, ja, maar kunnen we het zonder die oliebedrijven? Dus wie gaat in jouw scenario al die windmolens bouwen en de waterstof? En ik denk dat op het moment dat je windmolens bouwt, terwijl de olieproductie en gasproductie op peil blijft, we gewoon er niks aan hebben. We moeten die omslag maken en ze maken niet die omslag. Dus zolang zij doorgaan op deze koers
hebben ze meer kwaads te doen dan dat ze goed kunnen bijdragen. Maar ik vind het, wat ik een interessant voorbeeld vond, wat je net gaf, is die tabaksindustrie. Mm-hmm. Dat is een heel goed voorbeeld namelijk van waar het eigenlijk over gaat bij divestment. Want het gaat er niet over dat als pensioenfondsen niet meer in tabak investeren, dat die tabaksindustrie omvalt. Maar wat je hebt gezien bij die tabak en bij sigaretten, is dat er een maatschappelijke omslag is gekomen. En daar heeft het aan bijgedragen. Dus 10 jaar geleden stonken onze kleren als we naar een terras waren. Geweest. In de docentenkamer werd gerookt. In de trein, in het vliegtuig. Overal werd gerookt. En op een gegeven moment heb je gewoon gehad dat er een omslag is gekomen van dit vinden wij niet acceptabel. Pensioenfondsen zijn uit tabak gegaan. En je hebt steeds strengere regels gekregen. En die omslag, die maatschappelijke omslag, die moeten wij gaan maken. En het is een heel erg radicaal afscheid nemen van fossiel. En zolang wij door blijven gaan op het oude pad en kleine beetjes proberen te veranderen, komt die omslag er niet. En blijven we op het spoor zitten wat ons gewoon rechtstreeks naar 3 graden leidt. Dus het is een veel grotere omslag die we nodig hebben. Het is niet alleen technologie dat we nodig hebben. We hebben een totale omslag van het denken nodig. En dat werkt niet als we nog steeds fossiel als normaal blijven beschouwen. Daar kan ik het voor eigenlijk alleen maar grotendeels mee eens zijn. Alleen ik denk dat je ook moet zien wat de snelheid is waarmee denken nu verandert. Dus 5 jaar geleden, 6 jaar geleden waren deze thema's die nu op tafel liggen, die waren bijna, werden nauwelijks kregen die echt veel gewicht. En je ziet nu hoe de wereld gewoon in beweging komt. Ja, ik denk dat het wel hoopvol is. En het moet heel erg gaan versnellen. Je moet er vanaf. Maar tegelijkertijd zit je voorlopig nog op een aantal punten helaas nog aan fossiel vast. Ja. Maar daar moet je wel natuurlijk vanaf. En ik denk tegelijkertijd zijn er dat pensioenfondsen, waar we straks nog mee gaan praten, die hebben uiteindelijk ook de opdracht om te zorgen voor een goed pensioen. En die spanning die zit bij hun steeds op die balans. Want ze willen natuurlijk wel meedraaien, zeker in Nederland. Maar ja, hoe doe je dat dan precies? En hoe zorg je voor het goede pensioen? Nou, het mooie is natuurlijk wel dat op het moment dat je dus niet meer je tijd allemaal kwijtraakt aan het engagen met de fossiele industrie, waar heel veel tijd in gaat zitten, dan komt er dus heel veel tijd vrij om je te richten op de bedrijven waar je echt grote impact kan maken. Op de grootafnemers van fossiel. Op de banken. Pensioenfondsen zijn namelijk aandeelhouders van de banken. Dus zij zouden enorme engagement kunnen gaan doen met die hele financiële sector. En nu zie je dat het eigenlijk gewoon nauwelijks de aandacht krijgt, omdat iedereen maar denkt over die engagement met de fossiele industrie. Dus er komt een gigantische ruimte vrij op het moment dat je gewoon besluit, we gaan het gewoon niet redden, we draaien de kraan dicht, we gaan onze energie steken in de sectoren die wel in beweging willen komen. Ja. Maar daar heb je helemaal gelijk in. Inderdaad, je moet je energie goed besteden. Maar goed, zoveel engagement hoef je helemaal niet te doen. Je legt gewoon je eisen op tafel, zegt olieindustrie. Jullie moeten nu gewoon beloven dat jullie in 2030 je emissies hebben gehalveerd. En ga maar anders investeren. Mm. En anders stemmen voor die resoluties, stemmen het bestuur weg en uiteindelijk gaan we eruit. Maar ik denk dat het nu nog even tijd is om gewoon heel veel druk uit te oefenen. Dat is niet gebeurd, hè? Die engagement. Ja. Dat was altijd gewoon pap en nat houden. Ja. En wat natuurlijk een interessante ontwikkeling is dat die engagement steeds meer gezamenlijk gebeurt. Hè, dus dat je waardoor het veel minder tijd hoeft te kosten. Maar goed, we gaan als we de pensioenfonds aan tafel hebben, gaan we zeker even die vraag leggen van goh, hebben jullie genoeg capaciteit om inderdaad met al die bedrijven de juiste engagement te voeren? Maar wat ik nog wel zeg, de druk moet gewoon van alle kanten komen. Van die divestment movement, ja. Van die resoluties, van die pensioenfondsen, van overheden, ja. Van burgers. Want reken maar dat de hele olieindustrie zich kapotgeschrokken is. Dat het grootste pensioenfonds van Nederland, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, uit het grootste fossiele bedrijf van Nederland stapt. Ja. Dat is natuurlijk een enorme impact. Dat is heel mooi, denk ik, duidelijk geworden in dit gesprek, hoe jullie elkaar vooral ook versterken. Helaas is wel de tijd ook ontzettend hard doorgegaan. Dus als afsluiting wil ik eigenlijk even aan jullie allebei vragen. Want jullie zijn heel druk met jullie eigen organisaties. Wat staat er de komende jaar op stapel? En wat willen jullie eigenlijk dat de Nederlandse pensioenfondsen gaan doen? Want dan gaan we dat zo direct eventjes aan ze vragen of dat geregeld kan worden. Wil jij beginnen? Ja, ik wil dat die pensioenfondsen hun volle gewicht gaan inzetten op de banken. En op de hele financiële sector. Kijk, ik wil natuurlijk ook dat die pensioenfondsen uit fossiel gaan. Maar dat punt heb ik nu geloof ik wel gemaakt. Maar het is echt heel belangrijk dat ze gewoon gaan inzetten op die banken, die leveren echte financiering rechtstreeks voor zowel de projecten als de bedrijven. Die kunnen de kraan gewoon dichtdraaien. Pensioenfondsen, zet je gewicht daarop in. Ja.
Oké, mooi. Dat is recent een interessante stap van ING geweest. Hè? Die gezegd hebben van wij willen eigenlijk geen nieuwe velden meer financieren. Ja, maar die stoppen dan alleen de financiering aan de projecten. Maar ze blijven wel de bedrijven financieren die projecten opzetten. En de verhouding is ongeveer 10% gaat naar projectfinanciering. 90% is corporate finance. Dus in de praktijk blijven ze wel nog steeds doorgaan met het financieren van... Ja. Nee, helder. Dus jij zegt uit die oliebedrijven en richt je engagement bijvoorbeeld op de banken en de grootverbruikers. Ja, in mei staan er weer 10 klimaatresoluties op de agenda van 10 verschillende oliebedrijven in Europa en Amerika. Onder andere bij ExxonMobil voor de eerste keer. En het is nu aan de beleggers, de pensioenfondsen, om daar massaal voor te gaan stemmen. Nederlandse beleggers hebben echt de leiding erin genomen. Die hebben 2 weken geleden een statement gemaakt en waar ze eigenlijk al aankondigen we gaan voorstemmen. En we moedigen al onze collega beleggers aan om dat ook te doen. Want anders komen die oliebedrijven niet in beweging. Dus hopelijk worden dat meerderheden, waardoor die bedrijven daar niet... Dan kunnen ze niet meer met dat smoesje wegkomen van... we hebben zulke goede engagement en ze willen dat we nog voorlopig met olie en gas doorgaan. Dan is het gewoon 100% duidelijk van dat ze moeten veranderen. Ja, en dan moeten ze het gaan doen. En wat is je verwachting? Ga je dit jaar voor de eerste keer over die 50% heen bij Shell? Nou, ik verwacht dat het gaat groeien, dat sowieso. Want Shell heeft weinig meer beloofd dan een jaar geleden, zeg maar. Dus het gaat wel groeien. Ja, of het een meerderheid wordt, dat kan ik alleen maar op hopen. Maar blijkbaar is het wel nodig. Hè? Elke keer wordt er weer een nieuwe belofte gedaan. Ja. Maar de echte omslag is nog niet gemaakt. En dat gaat alleen gebeuren als de aandeelhouders, die toch de eigenaren zijn, heel duidelijk maken dat het echt moet gebeuren. Ja. Oké, nou in mei weten we meer. Heel veel dank voor jullie bijdrage hier. We horen jullie helemaal op het eind nog eventjes terug. Dan mogen jullie reageren op wat de pensioenfondsen gezegd hebben. Blijf nog eventjes zitten, want we gaan nu zo wisselen van tafel. Maar dat doen we terwijl er een filmpje gespeeld wordt. Ik zou zeggen, start de film. What about the two big oil companies, Exxon and Chevron today? Both of them drags on the Dow right now. I know that Mike won't want to hear this, but I'm done with fossil fuels. They're done. Yeah, they're because just done. We're starting to see divestment all over the world. We're starting to see the companies just regard them as, big pension funds saying, listen, we're not going to own them anymore. It doesn't matter. You think that's the biggest thing holding these guys back and not necessarily just oil production here in the United States? Absolutely. I think it is. I mean, you could say, listen, China, obviously swing smart. No, the world's changed. There's new managers. They don't want to hear whether these are good or bad. Look at BP. It's a solid yield. Uh-huh. Very good. Look at Chevron buying back $5 billion worth of stock. Nobody cares. And this has to do with new kinds of money managers who, frankly, just want to appease younger people who believe that you can't ever make a fossil fuel company sustainable. That's why I said Mike Worth's trying everything he can, but in the end, they make fossil fuels. That's going to be, we're in the death knell phase. I know that's very death knell phase contrary, for the stocks, but not for the death knell phase for us using fossil fuels, right? Yep. Well, I think that the issue is sustainability. Look, this is the other side of Tesla. These stocks don't want to be owned by younger people. Their dividends are great. These companies are doing better than obviously when oil was at, even 4 years ago when oil was at 26, 27. But you can tell that the world's turned on them. It's actually kind of happening very quickly. You're seeing divestiture by a lot of different funds. It's going to be a parade. It's going to be a parade that says, look, these are tobacco and we're not going to own them. Wow. That's a really tough stream to swim against. They're tobacco. If that's the case. I think they're tobacco. We're in a new world. And some of us could be dry, kicking and screaming to even believe that that could be the case. But they're tobacco. Goed. Aan tafel zijn aangeschoven Johanna Kellerman, voorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. En Anne Gram, multibestuurder, mag ik wel zeggen. Ik telde het even op je LinkedIn en ik zag dat er nu 7 pensioenfondsbesturen waren waar je in zat. Waaronder ING en ook ABP. En je bent voorzitter van de Raad van Toezicht van de ASN Beleggingsfondsen. In 92 begonnen bij KPN Pensioenen. En sindsdien op allerlei verschillende plekken geweest. En ook wel een beetje een spoor van divestment de laatste jaren, als ik dat zo zie. Want je zat bij horeca,
Wat eigenlijk het eerste pensioenfonds was wat zei, wij gaan helemaal uitstappen. Ik geloof in dezelfde week overigens als PME dat deed. Wat een van de grotere pensioenfondsen is van het land. En toen ben je toegetreden tot het ABP-bestuur. En niet veel later werd ook daar besloten om uit de olie- en de gasbedrijven te stappen. En misschien nog goed, je hebt ook nog in de Raad van Toezicht van PFZW gezeten. Eigenlijk tot het moment dat je bij ABP kwam. Dus nou, met recht een multi-pensioenfonds bestuurder. En jij wilde graag dit filmpje laten zien. Waarom? Enerzijds omdat ik hem gewoon heel grappig vind. En omdat hij toch spot-on is met een aantal punten omtrent die hele divestment-discussie. Ten eerste, je ziet dat divestment gewoon groot is. Er zijn 1500 instellingen in de wereld, heel veel endowments, pensioenfondsen, die hebben besloten om uit fossiel te stappen. We hebben het over $40 trillion. Dus echt grote bedragen. Dus dat gaat zijn eigen dynamiek krijgen. Dat is een punt wat hij maakt. En ja, tegelijkertijd noemt hij ook van jongere mensen willen dit niet meer vanwege duurzaamheidsredenen. Dus ik vind dat hij dat goed verwoordt, echt vanuit een andere optiek, omdat hij is geen pensioenfondsmanager, maar hij heeft het eigenlijk over onze beneficiaries. En als pensioenfondsbestuurders zijn wij de fiduciair van alle onze deelnemers. Dus dat is eigenlijk de eerste boodschap ik wil meegeven. Wij zien, en dat zie ik eigenlijk heel breed bij de fondsen waar ik werk, deelnemers willen een groen pensioen. En dat is ook niet een klein splintergroepje, dus niet de Extinct Rebellions, activisten. Nee, het is een echt hele grote groep. Jongeren, grootouders, scientists, ambtenaren. En dat wordt getoetst in de deelnemers onderzoeken. En at the end of the day, wat Kees ook zei, we zijn hier voor een goed pensioen. Dit is wat de deelnemers willen, daar moeten we rekening mee houden. Een goed pensioen gaat eigenlijk hand in hand met duurzaam beleggen. En als je kijkt naar alle onderzoeken wat zijn gedaan, zie je dat het aangetoond is dat het niet investeren in fossiele bedrijven, dus olie en gas, niet ten koste gaat van het rendement. Mogelijk in tegendeel. En je ziet ook dat deze bedrijven toch gewoon echt risicovoller zijn geweest in het verleden. Veel hogere volatiliteit, veel hogere drawdowns. En naar de toekomst is het ook aannemelijk dat ze misschien nog risicovoller worden. Dus puur vanuit jouw fiduciair plicht is het prudent om niet dat risico te nemen, omdat je hebt het gewoon niet nodig. Dus why bother? Dat is het in een nutshell van de financiële kant. Dan is het de derde punt, waarom niet engageren? Ik denk dat punt eigenlijk ook uit de eerste ronde duidelijk is geweest. Twee decennia of langer geëngaged en we hebben nog geen resultaten gezien. Dus ik denk met Kees van engagement is zinvol in het algemeen. Maar je moet wel heel goed over nadenken met welke bedrijven ga je engageren en heeft het zin. En ik denk specifiek in het geval van de fossiele bedrijven is het heel lastig. Er zijn bedrijven die het in ieder geval tot nu toe niet kunnen of konden of wilden veranderen. Kunnen, waarom? Omdat zij, wat hij ook zegt, in the end they're making fossil fuels. Dus eigenlijk het punt van Hiske, dit is hun core business. Het raakt hun core business. Ze zijn niet gediversificeerd. Dus je kunt ook niet verwachten van ze dat ze makkelijk zullen veranderen. En ten tweede, dit is een zeer lucratief businessmodel. Verdient goed, dus ze willen dat ook niet. Dus je ziet, je blijft door in te blijven in bedrijven. Ze hebben niet de energietransitie bespoedigd. Integendeel, ze hebben het actief tegengewerkt. Door lobbyactivisme enzovoort. In de combinatie van die dingen dat deelnemers niet willen en je ziet dat ze eigenlijk moedwillig zijn, is een logische conclusie om te zeggen, wij willen er eigenlijk niet zijn. En enerzijds wat jij zegt, van je wil niet medeplichtig zijn, maar ook vanuit risico-overwegingen. Nou, als je tot die conclusie komt, en eigenlijk hoor ik iedereen om tafel zeggen, we hebben dezelfde doelstelling, we willen allemaal die klimaatneutrale economie zo snel mogelijk, en dat is echt 1 voor 12.
Als je dat vindt, wat is eigenlijk het allerbelangrijkste? Dit is niet de consumentenkeuzes. Wij hebben misschien de bedrijven nodig, maar deze bedrijven, die gaan zeker niet vrijwillig veranderen. Wij hebben de wetgevers nodig. Dus daarom is het heel belangrijk dat je dat ook als signaal meegeeft. We hebben het ook overigens bijvoorbeeld met tobacco, maar ook met Zuid-Afrika gezien. Eigenlijk zeg je, die social license to operate, we staan daar niet achter. Dit is geen legitieme businessmodel dat je geld verdient ten koste van de komende generaties. Wij gaan dat niet meer steunen. Een duidelijk signaal en naar andere beleggers, naar de bedrijven zelf. Wij gaan dit niet meer steunen. En ook naar de beleidsmakers, heel belangrijk, ga deze bedrijven reguleren conform het principe vervuilen moet betalen. Ja. Dankjewel, helder verhaal. Overigens, dat filmpje, dat was van begin 2000, hè, toen de coronacrisis begon en die aandelen van de oliebedrijven heel hard naar beneden gingen. De olieprijs ook eventjes negatief werd op een gegeven moment. Het aandeel van Shell is wel weer ongeveer nu waar het daarvoor was. Hè? Dus is wat dat betreft de huidige situatie eentje die... gaan we het straks over hebben. Of de huidige situatie eigenlijk laat zien dat die oliebedrijven misschien toch meer staying power hebben dan die meneer in dat filmpje het liet zijn. Maar daar gaan we het zo over hebben, want ik wil eerst naar Johanne toe. Johanne Kellerman, voorzitter, als gezegd, van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarvoor was ook een tijd in de directie van de Nederlandse Bank en daar toezichthouder op de pensioenfondsen onder andere. En Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft eigenlijk net als ook ABP al een aantal jaar geleden gezegd... we zijn er niet alleen maar voor de financiële waardes. Hè. Het gaat niet alleen maar om een zo hoog mogelijk pensioen. We willen ook een positieve maatschappelijke impact hebben en dat ook meetbaar maken. Desondanks, want ik denk dat je met heel veel eens bent over wat er gezegd is over de energietransitie... die moet versnellen en de oliebedrijven die daarin moeten veranderen. Maar jullie hebben onlangs een nieuwe beleid vastgesteld waarin heel expliciet gezegd wordt van wij blijven juist wel investeren in die bedrijven en we gaan juist de engagement sterker voeren. Kun je ons uitleggen wat de achtergrond van dat besluit is? Ja, heel graag. Een paar punten. Anne heeft het al gezegd. Hè? We hebben geen discussie over het doel. We hebben een discussie over de weg daarnaartoe. Hè? Wat zijn de meest effectieve middelen? We hebben ook geen discussie over waar pensioenfondsen toe op aarde zijn. Voor ons is dat heel duidelijk. We kiezen voor rendement en voor duurzaamheid. Allebei ontzettend belangrijk. En we vinden dat dat hand in hand moet gaan. En ook wij zitten er ook principieel in. Wij vinden het ook een fundamentele vraag. Dus we hebben ook de afgelopen periode... door de IPCC-rapporten bijvoorbeeld, door alle ontwikkelingen in de maatschappij die wij om ons heen zien, gewoon opnieuw gekeken van, doen we eigenlijk nog, staan we nog achter wat we doen? En wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij op een andere manier om willen gaan met onze beleggingen in de fossiele industrie. Overigens is het ook nog wel iets ruimer dan dat. En we hebben gezegd, wij denken dat we die bedrijven wel nodig hebben. Want ons doel is niet om onze beleggingsportefeuille te herschikken of wat dan ook. Ons doel is om de transitie te versnellen. Hoe kunnen we handen en voeten geven aan die versnelling die we moeten gaan maken met z'n allen om de doelen van het Parijsakkoord te halen? En daarvan hebben wij gezegd, wij hebben nu ook 20 jaar lang om de tafel gezeten en kopjes theegedronken. Dat heeft niet opgeleverd wat we ervan verwacht hebben. We willen het anders gaan doen. En we gaan het voortaan op een andere manier doen. We gaan het smart doen. Dus we gaan doelen stellen, KPIs. We gaan van tevoren ook zeggen van die bedrijven wat we van ze willen. We hebben een 3-stappenplan gemaakt en we hebben gezegd, stap 1, laat ons maar weten of je überhaupt een policy hebt om je uitstoot te verminderen. Stap 2, laat ons weten of je bereid bent om je te committeren aan de doelen van Parijs. Stap 3, heb je tussen nu en 2 jaar een credible plan, dat gaan we ook verifiëren, om daar ook daadwerkelijk te komen. Is dat niet het geval, dan gaan we in 3 stappen er gewoon uit. Dus het is voor ons nog helemaal geen uitgemaakte zaak dat we blijven in fossiel. Wij hebben gewoon gezegd, laat maar zien, het is aan jullie. Wij denken dat dat een effectieve strategie is. En wij denken dus niet per se dat engagement altijd goed is. Hè, dit is ook, je kunt het engagement noemen, maar eigenlijk is het gewoon, we hebben ze gewoon een brief gestuurd en gezegd, zeg het maar. Hè, we gaan daar niet eindeloos op de thee zitten.
Ik denk dat dus een beetje een nieuwe invulling is van engagement. Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat we daarbij hebben gezegd, we gaan onze transparantie op dit punt ook vergroten. Want jij noemde net al dat punt we praten, we zitten achter de schermen, diplomatie, kunnen niks over zeggen, want het is allemaal vertrouwelijk. Daarvan hebben we ook gezegd, dat willen we anders. We willen er transparanter over zijn. Nou, wat ik net al zei, we zeggen gewoon van tevoren wat we willen bereiken. Dan weet ook iedereen dat. En we gaan dat ook bijhouden. Dus we gaan gaandeweg daarover communiceren van waar staan we nu, wat is er gebeurd, waar zijn we uitgestapt en waar niet. En tot slot gaan we natuurlijk ook opnieuw goed kijken naar wat onze deelnemers nou precies willen. Want wij weten dat op dit moment niet heel precies. We meten dat wel regelmatig, maar dat is al een tijdje niet gebeurd. Dus we zijn as we speak daarmee bezig om zowel kwantitatief als kwalitatief daar met deelnemers over te praten. En we hopen eind mei daar meer over te weten. En dat wordt natuurlijk ook wel heel interessant, want ik ben zelf ook natuurlijk wel heel nieuwsgierig wat zij vinden van deze policy. Ja, dankjewel. Want inderdaad, de pensioenwet die zegt uitdrukkelijk het geld moet belegd worden in lijn met wat de deelnemers willen. En daar weten we steeds meer over. En dan blijkt inderdaad dat ze heel graag die impact, dat groene pensioen, Anne, waar je het over had, nastreven. Kees, wat ik een interessante vond net was de vraag, of eigenlijk wat Anne neerlegde. Want dan versmallen we hem even puur naar het financiële. Yeah. Die zegt van, want in het eerste half uur zeiden we eigenlijk van, je stapt eruit, want je wil iets goeds doen. Anne zegt heel duidelijk van, maar eigenlijk is het ook gewoon een groot financieel risico wat je neemt met die oliebedrijven. Je ziet dat ze in het verleden al volatieler zijn geweest en eigenlijk helemaal geen beter rendement gaven dan de rest van de markt. En dat gaat naar de toekomst toe eigenlijk nog wel weer, is het risico groot dat nog erger zal zijn. Hoe zie jij dat? En Johanne wil ik ook zo van jou graag horen. Dus op lange termijn weten we gewoon dat het risico echt groot is, hè, zeker over 10 jaar. Maar in die tussenliggende termijn, wat nog steeds heel, heel, heel lang kan zijn, kan het best zo zijn dat het aandeel juist weer gaat stijgen. En het voorbeeld van tabak wat net gegeven werd. Wat je ziet is als op het moment dat mensen, beleggers groot uit tabak gaan of gingen, dan zie je gewoon dan daalt meteen de aandelenprijs. Maar daarna stijgt die harder dan de markt, het rendement. Dus dat is eigenlijk de paradoxale situatie. Want het is na eigenlijk doordat beleggers eruit gestapt zijn, is het een risicovollere belegging geworden. Meer risico. En de financiële wereld weet je, risico en rendement hangen met elkaar samen. Dus dat rendement gaat harder stijgen. Dus dat zal ook gebeuren. En dat zie je eigenlijk ook gebeuren met Shell. Hè. Dus hij maakte een klap, ook rondom corona, rondom het uittreden. En je ziet daarna een vrij hard stijgen. En dat wordt dan, omdat er allerlei partijen zijn, hè, private equity bedrijven, andere partijen, die erin stappen op het moment dat het niet... Maar dus dat is dat paradox. Doxale van eigenlijk dat we enerzijds goed rendement willen hebben en een duurzame wereld. Die paradox die gaat gewoon niet weg. En dat zag je eigenlijk aan tabak. En tabak en olie lijken heel veel op elkaar. En dus de vraag is heel erg van, wil ik dat lange termijn risico voor zijn? Want op lange termijn zie ik dat het, en we zien in financiële markten kunnen dingen heel erg snel en volatiel bewegen. Heel, heel snel grote bewegingen maken. Wil ik er gewoon helemaal niks mee te maken hebben? En wil ik dat risico gewoon dat ik straks mijn aandelen, Shell enorm veel in waarde zijn verloren, zeg over 10 jaar. Of wil ik juist gewoon nog een tijdje meeliften, omdat ik het financiële rendement graag fijn vind. Dus dat is de paradox. Ja. Johanne, hoe zie jij dat? Is het een verantwoord risico wat je neemt door nog in die oliebedrijven te blijven zitten? Nou, om te beginnen, wat wij doen is natuurlijk juist risico beperken. Wij willen, als we in deze industrie blijven, dan willen we alleen nog zitten in de goede bedrijven waarvan wij ook denken dat ze het kunnen halen en dat ze dat op een goede manier gaan doen. De belangrijkste reden daarvoor is, je zou kunnen zeggen risicomanagement, maar voor ons is deze policy eigenlijk niet ingegeven door rendements- of risico-overwegingen. Ik zei net al, ons hoofddoel is, wij hebben het gevoel, wij vinden het belangrijk dat die transitie wordt versneld. En hoe kunnen wij daar met onze middelen het beste toe bijdragen? Wij denken dat dit daar de beste manier voor is. En waarom zeg ik in dit geval is rendement en risico voor dit deel van onze portefeuille niet doorslaggevend?
Gewoon omdat we eigenlijk nog maar een heel klein percentage überhaupt zitten in die partijen. Nog maar 1,5% van onze beleggingen. Dus ja, die kunnen we ook echt wel elders kwijt. We hebben al inmiddels al een veel grotere portefeuille in duurzame energie. Dus het gaat niet zo zin. En het is dus 1,5% van de beleggingen. En hoeveel procent van jullie engagement capaciteit zit er op dit moment in die olie- en gasbedrijven? Nou ja, eerlijk gezegd, we hebben nu 191 brieven gestuurd. Ja, dat kan je zeggen, dat is zonde van je tijd. Maar ik bedoel, dat is nou niet... Ja, maar er gaan natuurlijk 191 plannen terugkomen binnenkort naar jullie. Ik bedoel, een heleboel gaan gewoon niet antwoorden. Dat weten we nu al. Dus dat gaat vrij snel. Oké. Okay. Dus, en wat doen jullie dan? Als er geen reactie komt, is het dan binnen een jaar ook al dat je zegt van nou... Ja. Oké, dus in feite kan dat snel tot divestment gaan leiden. Ja. En we gaan een aantal, daar weten we het natuurlijk al lang van. We hebben de afgelopen 5 jaar hebben we gewoon al meer dan 100 titels uit onze portefeuille gehaald. En we weten zeker dat nu ook gaat gebeuren. Maar het punt is gewoon, we willen straks hopelijk blijven in een paar partijen die wel goed bezig zijn. De nieuwe Orsteds van deze wereld. Ja, ja. Maar het is niet gezegd dat die er zijn of dat die er komen. Ja. Wat heel frappant is, Ørsted wordt altijd over een steentje, dus dat vind ik natuurlijk superleuk. Voormalig Dongen, zoals Mark ook zei, wordt altijd aangehaald als het voorbeeld van het kan. Wat mensen vaak vergeten is dat er 9000 energiebedrijven zijn. En we hebben dus één die transitie heeft laten zien. Dus ik vind eigenlijk hoopvol en heel goed. Ik hoop heel erg dat het lukt om in 2 jaar een plan op tafel te krijgen. Maar ik hoop dat het lukt. Maar het is eigenlijk gewoon een hele simpele vraag. Ook wat Mark eigenlijk al een hele poos vraagt. Is gewoon, kom met een fatsoenlijk plan van hoe gaan jullie Paris-aligned worden? Ja. En er is geen van de oil en gas majors zijn Paris-aligned. En er ligt niet eens een plan. Vage beloftes omtrent 2050. Dus ik denk, ja, je mag wel, je moet wel in je handjes knijpen als het gaat lukken nu. Omdat heeft het niet gelukt. Dus laat ons elkaar versterken. Maar ik adviseer altijd, ga heel erg goed kijken naar de hele fossiele waardeketen. Waar kun je het meeste impact hebben? In engagen met olie en gas, die dus eigenlijk gewoon niet hebben geluisterd en niet van plan waren. En misschien nu wel, maar in ieder geval tot nu toe niet zonder druk iets heeft laten zien van veranderingsbereidheid. Of ga je in de keten, dus met de grootverbruikers. Daar heb je veel grotere kansen. Mm-hmm. En dus je verlegt jouw focus van de CO2-producenten tot de CO2-consumenten. Want dat is wat er bij ABP de facto gebeurt. Ja. De energie die dus nu niet meer gestoken wordt in die fossiele bedrijven, die kan nu ergens anders ingestoken worden. Ja, los van de capaciteiten. Uiteindelijk is het een capaciteitsvraag, toch? Dat is, ik begreep van Johanna, die zegt, eigenlijk tot nu toe heeft het ons nog niet zo enorm veel capaciteit gekost. We hebben die brieven gestuurd en we verwachten ook niet dat er heel veel plannen zijn die we moeten gaan... Hoe zitten jullie met de engagement op de grote verbruikers? Is dat iets wat jullie ook volop doen? Of, In deze fase zitten hebben we het niet alleen over fossiele producenten, maar ook toeleveranciers. Grootverbruikers is zeker de volgende stap. Die kan je ook niet allemaal over één kam scheren. En ik ben het helemaal eens dat daar moet je natuurlijk gewoon wel heel goed nadenken over de vraag hoeveel energie ga je steken in wat. Daar moet je gewoon heel goed naar kijken. Ik denk ook, en daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we doen dit niet alleen. Hè? Waar we ons natuurlijk op dit moment vooral op richten is om een grote beweging in gang te krijgen om te zorgen dat we een aantal medestanders vinden om dit groter te maken, ook internationaal. Dus gelukkig veel belangstelling voor. Maar die strategie die je net beschreef, dat is wel echt jullie strategie, toch? Nee. Daar hebben we ook al met een aantal partijen werken we daar nu al samen. Oké. Okay. Ja. Ja. Wij hebben het zelf bedacht, maar er zijn een heleboel partijen die doen natuurlijk vergelijkbare dingen. Ja. En we zoeken nu daar gewoon coalities om dat samen te doen. Ja. Dat is natuurlijk veel Want krachtiger. Er is een soort van wereldwijd verbond van pensioenfondsen, andere institutionele beleggers, het Climate Action 100+. Ja.
Is dit ook een onderdeel van die alliantie? Of? Ja, ook. Maar ik moet je eerlijk zeggen, er zijn er veel en er zijn verschillende samenwerkingsverbanden. Ja. Mark noemde net al de resolutie die op de agenda komt bij Total. Daar zijn dan weer 27 partijen uit Europa. Dus er zijn wisselende coalities. Dat is ook helemaal niet erg, dat is ook goed. Maar die samenwerking is wel nodig. En dan nog, redden we het niet. Hè? Ook dan heb je, zoals Anne zei, overheden nodig. Je hebt publieke druk nodig, je hebt de politiek nodig. Ja. Maar ja, ondertussen moet je natuurlijk afvragen, wat doe je zelf en wat is effectief? Ja. Want er is voor afgelopen jaar ook iets heel interessants gebeurd, wat nog niet op tafel is gelegd. Namelijk dat bij Exxon, het Amerikaanse oliebedrijf, door de aandeelhouders 3 nieuwe bestuurders zijn benoemd. Hè? Juist met een groene achtergrond. Ja. Hoe zaten jullie in die stemming? Wat hebben jullie pensioenfonds daar gedaan? Ik spreek namens de aantal pensioenfonds, dus ik kan niet zo eenduidig zeggen. Maar ik heb grote sympathie voor resoluties. Ik zou altijd, als je die aandeel hebt, zou ik ze altijd steunen. Omdat je vervolgt hetzelfde doel van meerdere kanten. Ik denk dat de druk veel en veel groter moet worden. Maar dit helpt. Als het de bestuurders persoonlijk treft, dan komt ze. Maar is dat iets wat meer moet gebeuren? Want daar hoorde ik Mark ook nog niet over. Die is nog steeds met het huidige bestuur in gesprek, eigenlijk om met een ander plan te komen. Vaker gewoon gezegd moeten worden, jongens, bestuurders, we willen gewoon andere mensen aan de knoppen. Aan alle kanten moet je maximaal druk opvoeren. Dus ik denk dat dit maar eigenlijk gewoon flankerend beleid is. Van engagement met deze bedrijven. Maar focus het ook. Hè? Wat jullie ook voor heb gekozen, vind ik eigenlijk heel goed. Focus het op grote bedrijven, omdat 70% van de CO2-uitstoot komt van 90 bedrijven. Dus je kunt gewoon bovenaan beginnen. En als je met de grootverbruikers engaged, dan heb je het voordeel, als je hebt gedivest, laat je ook de oliebedrijven zien van er zijn consequenties mogelijk aan niet nakomen van jouw engagement gesprekken. Je laat ander voordeel van engagement in de keten is, je pakt ook de niet-beursgenoteerde olieproducenten, de Saudi-Aramco's enzovoort, die verder vrij uit gaan. Dus ik denk dat het van alle kanten moet er gewoon maximaal druk op komen. Ja. En dan kom ik ook op het punt wat Hiske op tafel legde van pensioenfonds. Wil jullie alsjeblieft ook de banken gaan aanspreken? Want jullie zijn ook aandeelhouders van die banken. Is dat iets wat al op de agenda staat bij de verschillende pensioenfondsen, bij PFZW? Ja, hier concreet hebben we hier nog niet over gesproken. Maar ik vind het een beetje een indirecte manier. Ik denk dat banken eerlijk gezegd op een heleboel andere manieren inmiddels ook enorm onder druk staan. Dus ik kan me er best iets bij voorstellen hoor. Maar ik vind het ook wat, een beetje wat bedoel je met andere manieren raar, dat ze onder druk staan? In Nederland bijvoorbeeld hebben wij allemaal, alle pensioenfonds, alle banken, alle verzekeraars, een klimaatakkoord getekend. Mm-hmm. Wat betekent dat wij dit jaar allemaal moeten komen en ook gaan komen met klimaatplannen die concrete doelen zetten. Niet 2050, maar 2030. He, waar staan we dan en hoe gaan we dan verder naar dat pad naar 2050? Dat gaat over de hele scope. Ik weet dat in ieder geval de Nederlandse banken zijn daar allemaal hard mee bezig. Dus ik denk dat dat in ieder geval voor wat betreft de Nederlandse banken effectiever is. Je denkt niet dat je als aandeelhouder daar nog een extra duwtje kunt geven. En daarnaast over zijn, want dan hebben we het over Nederland, maar jullie hebben natuurlijk aandelen in allerlei banken wereldwijd. Ja. Ook allerlei banken die nog niet een klimaatakkoord ondertekend hebben. Ja. Ik ben een hele grote voorstander van om wel die druk op de banken te zetten. En ook daar geldt, je kunt ook gewoon van bovenaf beginnen, Deutsche Bank en in Nederland, ING enzovoort. Als je kijkt, eigenlijk wij met pensioenfonds, het is maar 3% van de financiering. 90% komt van banklending. Dus dat zijn eigenlijk de main culprits. Om die dan vrij uit te laten gaan. En natuurlijk is het goed met klimaatplannen, maar we weten ook, the devil is in the detail. Laat maar zien wat je doet. Bijvoorbeeld wat Hiske net noemde, dat is typeren. Je moet daar echt bovenop zitten. Dus ik ben daar grote voorstander van. En ik adviseer dat ook bij de pensioenfondsen waar ik werk. Oké, dankjewel. Hey, de tijd is alweer omgevlogen. Voordat ik naar mijn tafel hier ga voor het laatste woord, wil ik heel eventjes met de microfoon bij Hiske en Mark langs. Ik kan in het donker niet zien waar ze zitten.
Maar, we zitten naast elkaar. Ah, heel goed. Is er ook een microfoon bij jullie in de buurt? Nog niet? Hé, hey, want we gaan afsluiten. Jullie hebben een hoop op tafel gelegd en daar is ook op gereageerd hier door de pensioenfondsen. Wat is daarvan bij jullie blijven hangen? Was dat hoopvol? Zijn jullie er enthousiast van geworden? Zat er een kleine teleurstelling misschien tussen? Ik ben, doe je het? Ik ben heel eerlijk een beetje geschrokken. Even nog het knopje. Het is wel een cliffhanger, want Hiske was geschrokken. Ja. Maar waarvan? Ja, hij wel. Die doet het. Ja, ik ben wel geschrokken van het feit dat dat engagement met banken dan nog niet op besproken is en op de tafel ligt bij zo'n groot, immens pensioenfonds van vele miljarden euro's. Er is vorig jaar, geloof ik, 700 miljard door banken in de fossiele industrie gepompt in 1 jaar tijd. Dat zijn krankzinnige hoeveelheden. Op het moment dat je die fossiele industrie wil raken en wil zorgen dat zij niet de investeringsruimte hebben om al die nieuwe fossiele projecten in kaart te brengen, dan zal je wel echt een goede analyse moeten maken van hoe die fossiele bedrijven functioneren, waar ze hun geld vandaan halen. En dan vind ik het best wel schrikken dat het ene grootste pensioenfonds van Nederland dat blijkbaar niet op de tafel heeft liggen. Ja, ik schrik daar wel van. Dus ik ben daar nog een beetje van aan het bijkomen. Ja, nou, doe dat rustig. Ja. Dankjewel. Mark? Ja, ik ben een behoorlijk optimist. Anders was ik hier niet aan begonnen. Dus ja, wat ik meekrijg, wat Janneke allemaal heel mooi zegt. Ja, de tijd van theedrinken is voorbij. We gaan nu echt druk zetten op alle manieren. En zo moeilijk is dat niet. Brieven sturen en daar consequenties aan verbinden. Maar dat is nog niet eerder gebeurd. Dus daarom ben ik toch wel behoorlijk hoopvol dat de financiële wereld, dat die de olieindustrie tot orde gaat roepen en gaat zorgen dat die echt veranderen. En misschien door daar nieuwe bestuurders neer te zetten. Maar misschien, ik denk nog steeds dat als de eigenaren van die bedrijven echt met de vuist op tafel slaan, dat moeten ze gewoon gaan uitvoeren wat jullie ze vragen. En dat is anders investeren. Ja. Maar dus ik blijf heel hoopvol. Jij komt dit jaar nog niet met een resolutie om de top van Shell te vervangen? Nee, wij willen het eigenlijk niet persoonlijk maken. Wij zeggen, jullie als bedrijf kunnen dit. Er zijn ook gewoon heel veel Shell-medewerkers, lid van Volodis, die geloven er ook in dat zij een force for good kunnen zijn. Alleen het probleem zit wel in de top. Ik wil net zeggen, dat zijn niet jullie leden, denk ik. Nee, zeker niet. Nee. Ik denk dat op een gegeven moment pensioenfondsen moeten gaan zeggen, nou, laat die topman, die heel goed is in olie en gas, laat die maar gewoon dat businessmodel uitmelken in de komende 10, 15, 20 jaar afbouwen, winst maximaliseren en dat geld aan iemand anders geven die goed is in transitie en hernieuwbare energie en dat die dat dan gaan investeren. Ik denk dat dat een model zou kunnen zijn voor olie- en gasbedrijven. Maar daar moeten inderdaad de eigenaren, dat vergeten we altijd, hè, wie de eigenaren zijn. Dat zijn wij met z'n allen met onze pensioen en onze spaargelden. Ja. Die moeten daar op hun strepen gaan staan. Dankjewel, Mark. Mark Hiske en Anne en Johanna, heel veel dank. Ik kom eventjes bij de professor met de vraag, wat hebben we hier nou allemaal van geleerd? We hebben hiervan geleerd, denk ik, dat het dat een hoopvol traject is. Hè? Want IPCC en klimaatverandering is niet hoopvol. Maar dit is wel hoopvol. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen, het leert ons ook dat het nieuwe manier van denken, dus invloed uitoefenen met de vuist op tafels, durven slaan, dat moet ook echt wel core business worden van de pensioenfonds en de financiële instelling. Want 10 jaar geleden was het vooral vriendelijk brieven sturen en kopjes thee drinken. Maar je invloed uitoefenen, dat wat je hier nu aan tafel ziet, dat is wel de core business moet worden. En engagement moet echt een heel groot deel worden van het manier van opereren van pensioenfondsen. Dus dat en het moet ook niet bang zijn om te zeggen, ja, maar wij als uiteindelijke aandeelhouders vinden dat er iets moet gebeuren, best bedrijf. Het moet die kant op. Dus dat is denk ik een belangrijke trend. Een andere belangrijke trend is dat pensioenfondsen hun eigen kracht niet moeten onderschatten. En ik denk dat gewoon heel belangrijk is dat ze dat we niet alleen over rendement en de beweging naar duurzaamheid moeten kijken, maar dat we gewoon in concrete resultaten moeten gaan boeken. En dat pensioenfondsen ook voortrekkers kunnen zijn bij het afdwingen van duurzaamheidsprestaties en het meten van prestaties. Dus ik denk dat die dingen bij elkaar brengen, waarbij pensioenfondsen een veel grotere maatschappelijke rol zullen gaan spelen dan we tot voor kort mogelijk hadden gedacht.
Dankjewel, Kees. En dat viel mij inderdaad ook op. Hè. We hadden natuurlijk deze avond een beetje ingebracht van divestment versus engagement. Ik denk de les is vooral die twee dingen elkaar enorm ondersteunen op dit moment. En inderdaad, die engagement van vandaag is echt een hele andere dan gisteren. En tegelijkertijd, er is wel een groot ongeduld bij. Hè, dat is ook het nieuwe element eigenlijk. Dus engagement kan al heel gauw omslaan in divestment. Dus wat dat betreft, nou, kunnen alleen maar hopen dat er een hoop bestuurders van oliebedrijven gekeken hebben vanavond. En uiteraard, het is ook allemaal nog terug te kijken. Dus spread the word, zou ik zeggen. Dan nemen we bij deze afscheid van alle mensen die van huis uit gekeken hebben. En gaan wij hier nog heel eventjes verder. Dank jullie wel.